Ik loop hier op een dijk langs de Oude Maas. Het is mooi weer. Deze dijk is vrij hoog. Ik denk dat die toch wel zeker zo'n 8 meter hoog is, als het dan niet hoger is. En uh, nou, dit is een van de vele dijken in Nederland. Als je kijkt naar Noordzeedijken, die zijn zo'n 12 meter hoog, nog een stuk hoger dan deze. Men verwacht tegen het jaar 2100, als je kijkt naar normale uh, berekeningen dat er sprake is van een stijging van 30 centimeter van uh, het zeeniveau, het waterpeil. Nu zijn er ook nog andere scenario's, bepaalde doemscenario's die spreken van een meter hoogte. Dat is een bepaalde, ja, een extreem scenario, um, een model. Maar dan gaan ze ongeveer uit van een meter tegen het jaar 2100. Nou, je ziet dus met deze dijken in ieder geval is er in ieder geval helemaal geen probleem in dat geval ook niet. Het enige wat de mensheid moet doen is zich goed voorbereiden. Zich aanpassen aan wat de natuur doet. Meer of minder CO2. Het ziet er naar uit dat, dat, ja, dat het normaal is dat het zeeniveau stijgt. Dat uh, doet het ook al decennia, dat doet het al eeuwen. En uh, dat zal ook nog wel even rustig doorgaan. Maar als wij in Nederland kunnen leven onder zeeniveau met nodige aanpassingen. Dan moet dat in de rest van de wereld ook zeker kunnen.